Je hebt altijd pioniers nodig die iets aan de gang zetten. De oorspronkelijke mensen die weer met biologische telen starten, moesten eigenlijk haast de rest van de boeren weer maar altijd vasthouden aan die basis, namelijk een gezonde bodem, ruime vruchtwisseling en biodiversiteit. Want dat zijn gewoon de basiselementen van een mooi eten en een gezonde landbouw. Ik ben Gerjan Snippen en ik ben mede-eigenaar, maar vooral ook boer bij Biobras. Wij telen heel veel biologische groenten. Je moet denken aan bloemkool, broccoli en slaarsoorten. We doen het best wel op grote schaal, dus ongeveer 300 hectare. Wat best wel heel veel bloemkooltjes en broccoltjes bij elkaar zijn. Dan doen we eigenlijk een hele ruime vruchtwisseling, om daarmee wel de grond goed te afwisselen. We telen het product, we maken het klaar en vermarkten het ook. En vertellen vooral het verhaal erachter ook graag aan klanten en consumenten. Dit was natuurlijk gewoon zeebodem. Daarin is gewoon 1000 jaar vruchtbaarheid. En dan mogen wij nu dan zeg maar mooie gewassen optelen. Ja, zeg maar de uitdaging van biologisch boeren is dat je natuurlijk heel veel verschillende gewassen hebt. En daardoor eigenlijk ook overal je machines voor moet hebben. En overal je afzet voor moet organiseren. Wij hebben ervoor gekozen om dat wat te combineren. En ja, je zou kunnen zeggen iedereen een soort product verantwoordelijk te maken. Dat betekent eigenlijk dat we gespecialiseerd zijn in bepaalde producten. Maar wel die gronden die we hebben daarvoor gezamenlijk benutten. En daardoor die basis van biologisch landbouw, goede vruchtwisseling, ook in stand kunnen houden. Ik heb altijd het voorbeeld van de geitenwolle sok bij me. Omdat die mensen jou kunnen zeggen het voorbeeld hebben gegeven wat een mooi landbouwsysteem is. En wij hebben dat kunnen omzetten naar een schaalbaarheid, waardoor het ook beschikbaar wordt voor een groot publiek. Kijk, hier ziet de wormpjes, de bodemleven. Die eigenlijk de gaten in de grond maken, waardoor de lucht in de grond komt. Kijk, hier zie je alle stikstofbolletjes. Zie je dat? De draadjes met die bolletjes. Dus dit plantje, klaver, dat haalt eigenlijk gewoon de kunstmest, zou je kunnen zeggen, uit de lucht. En legt het vast in de grond. En eigenlijk betekent het dus dat als je een jaar rust aan de bodem geeft en dat soort planten de mogelijkheid geeft om die voeding weer te verrijken, kun je inderdaad daarna ook zonder kunstmest hele mooie gewassen telen. Wat je anders op een kunstmatige manier had toegevoegd. Het lijkt net als ons bij ons in mensen, dus je zou kunnen zeggen je eigen leven. Heb je ook een beetje rust en afwisseling en balans nodig. En we hebben ons erover verbaasd hoe iedereen juist in die keten ook dezelfde wens heeft. Dus ik zie het meer als een kans en een geweldige uitdaging om daar onderdeel van te zijn, als dat het heel ingewikkeld en lastig is. Dus wij pakken ook niet onze trekkers en rijden naar Den Haag om te klagen over hoe die keten in elkaar zit.